Een perifelin wie dit alle jaar nog gaslonen. Maar omdat het wetterpeil hier flink omheegbrocht is, is hier een groot moerasgebied ontstingen. Werden alle jaar vogels op komen. De visarend is bijvoorbeeld een, een soort die je rondvliegt hè. die vlieger ja, je boven de maar die maakt je van die doekvluchten en dan oef, vangen ze een dikke vissen uit het mar. maar. Maar de zeearend hè, in de laat zit een breed geval, Nou, die komt direct die komt direct eens even zien van je een wat helien. Dit gebied, steeds ze maar wij, het gebied tussen Semar en Jestemar, is voor miljoen euro's opgeknapt. Oorleding voor dit project wie de Wetroerlijst in 2012? Toen had het Wetterije kaden in de Roen, net als bij de Leijen maar ik bij de Burg van de Mar. Waar toch eigenlijk dit hele project in de versnelling kwam is. Het Wetterskip had in Geerwerking, Mooisteits Bosbeheer, provincie en Gemeente het gebied in Greven omgepakt. We gaan hier de kaden hegen. de kaden hebben we verlijden. we hebben het gemaal en eikbouwt, we hebben op een practals zetten. Waardoor wij een skiering maken in de functie landbouw en natuur. Het gebiedje, we hebben nog steen, dat is nog een natuurgebied, worden. een 80 bundel ongeveer. En voor de landbouw hebben we de wetterpijlen aanpast en dus een eigen bouwt. Toch stimuleren van de moerasontwikkeling profiteert de natuur optimaal. Vogels die het oors neer kwamen, je nou. We hebben hier uh, uh, het hele seizoen een, een roerdomp onthompen. Je maakt een prachtig mooie, uh, donkerbruin, bijna mesthoornachtige lood. Je kan het wel even imiteren. Hè. Dat is een. En dat draagt kilometers uh, vier, dat lood. Van Kuidas is het gebied vrij toegankelijk... via Neversteerds Bosbeheer, het mooiste paardje van Nederland. Na je dan is de feestelijke oplevering van het gebied.